Er werd al links en rechts door de telefoon verteld van ja, schrijf het nog maar niet op. Maar ik denk wel dat dit ook kansen biedt. Want ik zie gewoon om me heen mensen die het lastig hebben. Ja, dan kan ik die voor een prikkie overnemen. Hey, 10 euro, 20 euro, 30 euro, 40 euro. En het gaat maar door, ziet. Word daarom ook pooncampaigner en zwem in die dokkeltje. Ja, we staan hier voor het relatief nieuwe hoofdkantoor van de Quote 500. De nieuwe Quote 500 is uit. Sander Schimmelpenning is weg. Ik sta nog steeds niet aan het roer. En ik ga eventjes kijken hoe mijn nieuwe werkplek eruit gaat zien. En ik vraag me eigenlijk af waarom ik nog steeds geen belletje heb gehad. Maar goed, daar kom ik misschien binnen wel achter. Zou nou iedereen zelf wel heel spannend vinden, een nieuwe hoofdredacteur of een nieuwe toekomstige hoofdredacteur? Yo, man. Dat er. Oh ja, die zit dicht. Oh ja. Mijn toekomstige redactie wordt dit. Eigenlijk helemaal klaar voor een nieuwe hoofdredacteur. Ik dacht ook, ik had al een hele lange tijd niks meer van jullie gehoord. Heb je überhaupt al een brief geschreven? Nou, ik heb al een hoop poging gedaan, contact gezocht met mensen. Maar voor mij blijkt het toch, Je moet toch wel iets beter je best doen als je het zo graag wil, hè? Een beetje vindingrijk zijn. Ja, buiten mijn hoofdredacteurschap, eerlijk is eerlijk, moeten we het ook gewoon hebben over waarom we hier zijn gekomen. En dat is over de Quote 500. Het is opnieuw een prachtige editie geworden. Hè? Let vooral op de groene cover. Waar we 10 jaar geleden tijdens de kredietcrisis hals over kop moesten overschakelen naar een zwarte. Omdat het slecht ging. Hè? Dat zijn natuurlijk super slechte resultaten. Valt dat nu wel mee? Die rijken, ondanks dat de coronacrisis heus wel invloed heeft op hun vermogen, hebben ze er toch weinig last van. Dus er is helemaal geen reden om treurig te zijn. En er werd al links en rechts door de telefoon verteld van ja, schrijf het nog maar niet op. Maar ik denk wel dat dit ook kansen biedt. Want ik zie gewoon om me heen mensen die het lastig hebben. Ja, dan kan ik die voor een prikkie overnemen. De top 100 onder de 40 jaar. Wat zie je daar? Daar zie je met name waarschijnlijk de tech. Heel veel tech inderdaad. Allemaal jongens bijvoorbeeld die datacenters verkocht hebben, staan hoog in de top. En bijvoorbeeld ook Adria Mol van Molly. Dat is een grote betalingsverwerker. En zijn bedrijf heeft eerder dit jaar de unicorn-status gekregen. Hè? Oftewel meer dan 1 miljard waard. Ja. Nou ja, en Molly heeft nog een groot belang. Dus Adria Mol komt vanuit de juniorlijst. Promoveert hij zo de echte rijke lijst in. Maar is hij dan zelfmade? Want volgens mij is het wel ook iemand die bij het koor heeft gezeten. En die, Nou, dat is wel interessant dat je daarover begint. Want we hebben nieuw dit jaar is die self-made meter. En dat je lid was van het koor, ja, dat geeft natuurlijk wel aan dat je een goede start had. Maar als jij zelf alles opbouwt, dan ben je wat mij betreft nog steeds self-made. Of je nou die eerste ton dan bij papa leent of bij de bank leent. Hij is natuurlijk wel gewoon helemaal zelf begonnen. Hij had zelf ook iets anders kunnen gaan doen. Het is niet zo dat dat bedrijf Molly, dat dat opgericht is door zijn vader en dat hij ermee verder gegaan is. En zie je dan ook dat er wel relatief veel leden staan? De mensen die lid zijn geweest in de Quote? Ja, daar hebben we weinig onderzoek naar gedaan. Het is misschien wel leuk voor volgend jaar een keer of dat de voedingsbodem is om lid te worden, om succesvol te worden. Nee, ik ga het allemaal meemaken dus. Heel, heel, heel bijzonder hoe dat dan. Ja, komend jaar moet ik natuurlijk zelf zo'n boek in elkaar gaan draaien. In elkaar gaan flansen. Eerst die brief en een artikeltje. En 3 artikelen maken we ervan. Heel goed.